Dit is een fragment uit een gisteravond door de ruit van het VPRO-gebouw gegooide videocassette. Mijn door zelfs de zwaksbegaafde. Der alomtegenwoordig hedendaagse Nederlandse komiek en cabaretcassettes. Met bijkans beschamend gemak. Te plagiëren, te parodiëren. En via enigerlei andere vormen van ordinair jatwerk te exporteren. Maar desondanks zou unieke, de roep van Rotje Knor verre te buitenstijgende verschijning. Van aankomende rijke stinker, koninklijk goedgekeurde junk. En door een hele nieuwe generatie van lezende tuinvaders en huismoeders als jullie aangekomen schoonzoon. Een verschijning die dag in dag uit de stad en land de Nederlandse groengemeente op het verkeerde been zet. Want waar ik ook kom, is je reden de lul. Wat tegelijkertijd in een eenmoeite door het anagram van de naam Jules Delder is. Je reden de lul. En omdat de PVV Delder met een niets ontziende aan de Zwitserse appelflap Wilhelm Tell, ook fout in de oorlog, herinnerende precisie op de reden mikt, de ratiomantiek van de jaren 90, zullen alle pogingen tot het imiteren van deze verschijning, zonder ook maar een spoor van één zaadje van twijfel, en dat is niet het zaad van winnen toe, want dat was al naar binnen toe, onvermijdelijk leiden tot krampachtige en tot mislukken gedoemde stuiptrekkingen, van door een gebrek aan de ware satirische geaardheid. En hopelijk ook binnenkort door jicht, scheurbuik en racekak geplaagde makers van de Nederlandse spitting image. Zo.